Afgelopen zomerperiode hebben wij als club afscheid moeten nemen van twee leden van de VV Nunspeet. In deze eerste thuiswedstrijd van Nunspeet willen we nu hun namen gaan noemen. Op 26 mei is Johan ten Dolle overleden op de leeftijd van 90 jaar. Johan was een rustige man en heeft als lid van onze vereniging veel vrijwilligerswerk gedaan. Onder andere bij de Gobo onderhoudsgroep en was 20 jaar penningmeester van de supportersvereniging. Zijn werkzaamheden waren onder andere administratie, stencilboekjes, programmaboekjes en loten maken. En nog heel veel hand- en spandiensten. Vooral bij de nieuwjaarsloop, waar ook Tini zijn vrouw daar altijd bij hielp. Te veel om allemaal op te noemen. En het oude bestuur van de supportersvereniging heeft hiervan een heel mooi eerbetoon op papier gezet. Wat aan de familie zal worden overhandigd samen met deze speech. Op verzoek van de bestuur van de supportersvereniging werd hij tijdens de afscheidsreceptie in 2007 door het bestuur van de VV Nunspeet benoemd tot lid van verdiensten voor zijn vele vrijwilligerswerkzaamheden. Op 18 juli jongstleden werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van Kai Schipper, de leeftijd van nog maar 67 jaar. Kai is al sinds 1986 lid van onze vereniging, heeft jarenlang gespeeld bij de veteranen en hij was een mens met veel humor. Hartelijk, vriendelijk en respectvol naar anderen. Ook kon hij je op een charmante manier voet bij stuk houden zonder zich op te dringen en zonder de verhoudingen onnodig op scherp te zetten. Een netwerker puur zang, zonder zich op te dringen aan je. Hij was in zijn element wanneer onder het genot van een goed glas wijn de wedstrijden in het business home geëvalueerd werden. Sinds 1921 was hij penningmeester van de businessclub en mede-organisator van diverse activiteiten. Onder andere het golf-event van het Rijk van Nunspeet. Op 14 september jongstleden werd aan de winnaar de Kali Schipper wisselbokaal uitgereikt. Deze komt te staan in een businesshal als eerbetoon aan hem. Dit verlies heeft veel impact gehad bij de collega's van bestuur, maar ook bij vrienden en met de veteranen en veeleden. Net voor deze wedstrijd is een nieuwe presentatiegids uitgereikt waarvoor hij nog een artikel had geschreven. In overleg met de familie is besloten om dit toch te plaatsen als mooie herinnering. Johan en Kali, jullie hadden allebei een echt blauw-geel hart. Waren altijd bereid te helpen en aanwezig te zijn op het sportpark. We missen jullie hier ook. Weer twee namen van leden van Nunspeet zijn genoemd. De familie van Johan en de familie van Kali zijn nu ook aanwezig op het sportpark om hun dierbare familielid te herdenken. Bestuur en leden wensen u allen heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd. Dan vraag ik u nu 1 minuut stilte in acht te nemen, waarna het Nunspeet clublied Vecht voor je kleuren, Nunspeet blauw en geel, gespeeld gaat worden. Thank you.